Oké dan, beste mensen, daar zijn we weer. En dit keer wil ik nog een keer met houtskool, gewas en inkt en daarna acrylverf bezig. Een beetje zwart-wit, zeg maar. En dieren als onderwerp, dat kan natuurlijk je eigen huisdier zijn. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, wat een heel dankbaar onderwerp is, olifanten. Omdat daar gewoon hele mooie, donkere en lichte vlekken, zeg maar, in zijn. Zo'n hoofd van zo'n olifant, zo'n kop van een olifant, die kun je heel mooi losweken door bijvoorbeeld hier donker tegenaan te zetten. En dan dit weer met kneedgum bijvoorbeeld los te weken, die kop. Nou, nog wat foto's van olifanten. Je kunt natuurlijk ook je eigen huisdier nemen. Dit is de hond waar ik regelmatig mee aan de wandel ben, Elmo. Dus dit is ook een dankbaar onderwerp uiteraard. Nou, dit zijn wat vertalingen in houtskool of krijtachtige materialen. Je ziet heel mooi dat lichte wat later nog als hooglicht met pastelkrijt, denk ik, is aangebracht. Je kan het ook helemaal gaan gummen en uitsparen. Maar goed, vaak wordt er ook wel een soort ophoog dingetje gebruikt. Bijvoorbeeld een pastelkrijtje of eventueel wat verf aan het eind. Je ziet dat er lekker veel expressie ook zit in de donkere gedeeltes. Nou, hier heel subtiel, krachtig ook de kleuren toch wel eventjes weer neergezet. Terwijl het hoofdbestanddeel toch wel zwart-wit is. Je ziet hier ook die lichten die er nog even aan het eind zijn opgezet. Ook hier, maar dan niet helemaal ingekleurd, maar op een expressieve manier. Prachtige tekening, ook een heel mooi tekenhandschrift. Dus lekker, heel lekker los geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld een slagtand niet helemaal omlijnen. Of bijvoorbeeld zo'n oogkas. Ook de zijkant van het houtskooltje dan goed gebruiken. een wat meer aquarelachtige met gewassen inkt lijkt het wel. Tekening ook hier weer wat hogere lichten. Door met een pastelkrijtje of inkt. Of met acrylverf nog even door te gaan. Je kunt dieren ook op een hele andere manier benaderen. Dit is allemaal redelijk richting, zeg maar, het licht donker en de plasticiteit van dat het ook het echte dier wordt. Maar je kunt ook spelen met een gegeven, bijvoorbeeld door een silhouet van een kat en daar dan helemaal lekker vrij in te abstraheren. Je kunt er ook een thema van maken. Er komen nu een aantal waarin met silhouetten van vogels lekker wordt gespetterd en geëxperimenteerd. Hier moet je dus wel even een hele goede karakteristieke schets van maken voordat je dus dan die expressie toepast. Het is wel enigszins gedoseerd, zeg maar, waar wat ongeveer moet komen. Behalve dan hier natuurlijk, waar het lekker even met een kwast gespetterd is. Ook hier, ik kan me voorstellen dat dit zo'n serie is van een stuk of misschien wel 20 afbeeldingen van vogels die worden op eigen manier worden geïnterpreteerd, maar dat dan daar zeg maar 5 echt van als krachtigste naar voren komen. Oké dan, gaan we beginnen.